Dankjewel, Tonio. Zo, ik wil er geen doekjes om winden. Ik heb het meek mijn recht voor zijn raap. Laten we het nou gelijk hebben over de reden waarom we vanavond bij elkaar zijn. Ja, wat is daar de reden van? Heeft Paul je dat al niet verteld? Ik wil het graag van jou horen. Serge, je laat me nu even tot rust komen of ik loop nu weg. Ja? Nou, wat gezellig allemaal. Weet je, dit is een thriller over familieleven. Want weet je, we maken allemaal films over gangsters en bankovervallers en sluipmoordenaars. En dat is natuurlijk allemaal interessant. Maar voor ons, voor de meeste mensen, gebeuren de meest interessante dingen natuurlijk in het kader van verhoudingen en familieleven. Hey pap. Jezus, Michel. Hier is telefoon. Batterij is al bijna op. Ik ben helemaal, ik ben zeer tevreden. Ik vind het geweldig, heel goed gelukt. En ik heb ook verder van tevoren nergens mee bemoeid. Dus het was voor mij ook verrassend. Er zitten een paar verrassende wendingen in die ook niet in het boek zitten. Dus ook voor lezers van het boek, die denken, ah, dat ken ik al lang. Of ik weet de uitkomst al, want zo erg plot is het nou ook weer niet. Dat het verpest als je weet hoe het afloopt. We waarschuwen even, de volgende bewakingsbeelden zijn schokkend. Het is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1 uur 's nachts weer te horen. Hoe fijn was het weer om zo'n tijd in Amsterdam te kunnen zijn? Heerlijk. Spijker op zijn kop, dank u wel. Ja, zowel om in het Nederlands te spelen was echt een verademing. En met zulke geweldige acteurs ook en een geweldige regisseur aan zo'n mooi script. Ja, ik kan niet anders zeggen. Wat ik het moeilijkste vond, het was natuurlijk een ingewikkeld iets. Omdat we met z'n vieren bijna 80 uur aan een tafeltje hebben gezeten. Dus het is een toneelstuk.